Onder andere in de Brugse derby, daar was hij de man van de match. Met heel wat reddingen en ook wel een gebrek aan efficiëntie bij club, moeten we erbij zeggen. Hadden zeker een keer moeten scoren, Joudela onder meer. Maar hier is Sique intussen. Sique met een grondscherend schot en de rebound gaat er niet in. Betere mogelijkheden voor Cercle Brugge op dit moment. Dank je. Goed weggedraaid weer, knap gedaan. Hij verraste daarmee de verdediging van Union. Moet hem nu meegeven liever. Het had een beetje harder gemogen voor Le Marichal, maar die gaat wel trappen met links. Ja, dat was het. Een nieuwe gekadreerde doelpunt. Dat lijkt nu niet al te veel problemen meer op te leveren. De voorkeur op Eckert en op Rodriguez vandaag, samen met Nilsson. Van Houten, daar is Amoura. In de rug van Popovic. Amoura voor de openingsgoal. Het duurt wat lang, maar hij werkt het schitterend af. Zijn negende van het seizoen, zijn derde tegen Cercle Brugge dit seizoen. Hij ligt op de loer, hij is razendsnel en hij heeft uiteindelijk ook het overzicht en de technische bagage om de bal binnen te leggen. Proper afgewerkt, 1-0 Union. Maar als hij op snelheid is, dan haal je hem niet meer in. Dat blijkt eens te meer. Ja, en ik dacht hij heeft misschien een paar baltoetsen te veel nodig, maar uiteindelijk is het gewoon bijzonder fraai gedaan. Het gaat af. Maar ook Union is afgestapt van dat combineren van achteruit. Hè. Al een paar keer naar elkaar nu dat Maurice de bal gewoon diep trapt. Daar gaat Amoura weer. Kreeg de bal van Rasmussen. Amoura zoekt de tweede zone. Lapoussin durft hier in één tijd. Jazeker. En Nilsson duwt hem binnen. Ze maken hier het verschil op een paar minuten tijd. En het is het spitse duo van Union dat elke keer de netten doet trillen. Omdat die trap niet echt tussen de palen belandt. Maar eigenlijk voor de loop of in de loop van Nilsson. En die zet er dan zijn lange, wat is ja, het? 7-8-9-4. Maar het is vooral dat balverlies van Cercle zelf aan de basis. Sique met de vrije trap richting tweede paal. McAllister met het hoofd. En dan hier Danquin. Die trapt hem ook gewoon binnen. Ja, we worden beloond hier. We hadden er veel van verwacht van deze wedstrijd. En we krijgen goals. 3 doelpunten al na 33 minuten. Het beste wat de wedstrijd kon overkomen. Ja. Nee, moeilijk, hè, want uiteindelijk... Twee mensen die daar heel dicht bij hem staan om hem het trappen te verhinderen. Maar doet het goed, dank je. En na een kleine periode van druk. Bij Cercle nog veel te weinig gezien. Daarom dat ik zei, want het wordt eens tijd dat zij eens gevaarlijk worden. Want dat helpt dan misschien om kleine procentjes extra te geven. Knap gedaan, Rasmussen. Rodriguez gaat hij het zelf doen. Scherpe hoek. En hier is Rasmussen met wat meeval. Krijgt hem tot bij Puertas. En het is beslist. Nee, het is Amoura, sorry. Amoura. Hè. Dit vraagt meer controle. En Van Driessen wandelt terug naar de plek. Buitenspel? Waar er buitenspel was. Dus het is geen 3-1. Het is geen tweede goal voor Amoura. Hij baalt toch hoor. Want hij moet naar de kant. Geen twee goals, wel maar één. Oeps, en hij gaat niet meteen naar de coach. Ja. Ontevreden. Iedereen is langs de coach. Oh, vreemd. Heel vreemd zelfs. Ja. Onterecht. Als je daarom kwaad bent, 17 minuten voor tijd na een drukke week. Heel schuin om dan de voorzet te trappen, de vrije trap. En als een goede bal. Die blijft wat hangen in het pak. Is er iemand die kan trappen? Hier dan nog Niels de Wilde. Doet het met veel gevoel. Ja, dat was een goede poging hoor. Van Houten kopt weg. Eckert kan nog eens diep gaan. Misschien Lapoussin geeft hem aan Sadiki. Sadiki speelt breed. En nu is Union met veel. Met 3-4. Dan is het Rodriguez die het mag gaan afmaken helemaal. Nee, dat doet hij niet. Goed gedaan van Warleson. Hij raakt niet voorbij die goede Braziliaanse keeper van Cercle Brugge, Warleson. Terro, overtreding nog. Maar het hoeft niet meer, het is gedaan. Eindstand hier in het Dudenpark 2-1.